Koffiemand in. Eerst een beetje schoonmaken, een verhaaltje erbij en zo. Hè? Ja. Ik ben Neiman Marcus in Atlanta. When she's ever visiting, we're going to walk. Stephanie, I always try to listen. I mean, I try to watch her, observe her. She does not take water and wash it off your skin, and it exfoliates, as I say, without the chemical. And we just got to see a new product. It just arrived this past week. Okay, yeah, it goes right in, so you don't have to wait for it to put your makeup on. And I always put it a little bit too head on. Just want to look them and forget it. Yes, and then they have to wipe. Their face eats well and then they forgot it. This blends right out to a very natural look. Don't forget, always when you wear your hair back, don't forget your ear. So we've had quite some practice. Well, now this is a tiny bit darker than the other, but not very much. It's just a healthy look. I just work off the back of my hand because I think it's easy. Ik ken het meisje straks nog niet meer terug als het zo doorgaat. Hè? You like a natural look? Mm-hmm. Yeah. Hm? Just enough to. Now you're not fooling me, you're not with these same white, are you? That's what she looks like. She's very nice, right? She's beautiful. That's hard to find. Yeah. I was going to say, I like some. She always enjoyed cosmetics. She loves everything what is European or American. This thing, America, that's the dream. You can't imagine how we live. We have the world too. I think either someone likes it or they don't have any interest. There's quite a little bit of in between because I have friends who never put makeup on because they think they're going somewhere special. And then Kijk nou eens. Ja.
Ja, dan maakt ze een keuze om de ogen op te maken. Maaike? Zeg je groen of blauw? Ik weet zelf ook niet. Sommigen zeggen blauw. Ja. Ja, dan moet de keuze gemaakt worden. Wat voor oogjes is het meisje krijgt, hè? Ja. Dat is mooi worden, hè? Het is helemaal zo'n geschiedenis zonder woorden, hè? Ik heb er niet veel bij te zeggen. Happy with that much brow. Wait, it sort of sets it. You don't have that. See, there's no more.
Mooi meisje, hè? Mooi meisje, hè? Darker and more dramatic than when you come here. How do you feel with that on? Do you want something brighter on top? Vind je dat er dus toch uit, hè? Also try the new scavage on the hand to show you that, to me, this is very important to slough out the dead, dry cells because then it makes the skin look much prettier. Your lips are a little bit full. So, what I used are basically very warm colors. This is a beautiful pencil. It's a blue-gray slate, and it does not show that you're wearing blue eyeliner or black. It's a what color I just want you to know when you come up just in the last minute. I love it. I like people, and I like to work with people. And a lot of people we have had from women's clubs or so on, they have demonstrations. They smack on a lot, but then, smack I mean, it's not always the same as... Well, black mascara... Yeah, but she can use the sexier one, the moray. I think the moray would be right, yeah. I could show you that I used with your makeup today. Perhaps the new product that you might be interested in. The exfoliator. It is a terrific effect. Now, I give my customer choice. I can put the mascara on you without
injuring you, or if some of my customers like to feel like, oh, you can hit your chest, okay, just look at my hand. That's the best way. Just you have such great lashes. We come there first, and then you go up. In your case, since your lashes are so long, I'll ask you not to close your eyes, but if so that's possible. And we just put them working on the out corner to pull them out to the side as much as possible. But your eyes still have an uplift effect. In your case, you do not need to wear a lot because of your bottom lashes, we simply turn the on this side. We don't put it on the bottom after welding it just a bit. It's optional. You use the eyeliner and you don't hold much. Totally different lines. And this is the end result, I mean, is it? Yeah. Did you want to go with both these lipsticks? You put it on top of the put it on number It's been such a pleasure helping you. I've enjoyed it very much. Thank you. Yes, well, it's been fun. Now, one more thing. When you have a bit of lipstick on your tooth, just let me get just a bit. I don't want a blot, but yet. That's better. That's even prettier. From us, all you have to do is pick up the phone. Trish will have you in her clientele book, so always ask for her rather than for me, because I'm only here like 20 to 40 hours a day, depending on what the event. Yeah, but she would be the one that you would contact. So let me get the chart, and then I'll be writing everybody's stuff down here. Je moet natuurlijk wel een goede keus maken, hè? Anders dan. Hallo, dit is Michiel. Ontspannen, denk ik, leven. Dat is hier toch niet uur. Nee, maar. Ja, dat doet het wel. Van de minnen. Camiel. Een boerenspek. Van Bruin. Smaken die? Lekker, hè? Lekker. Lekker maken. Is er iemand die een keuze maakt? Nee. Het grootste ding ik al is moet van... Van Maartje. Dat is het Joske, die altijd het petje nog weet wat hij gestuurd. Van Kripske. Ja. Ja. Dat is het. En die man zijn haar heeft toen. Die petje steekt toen bij je. Ja, die smeet is een goede kabel. Ja, maar dat leert aan Ellie. Ja, zo is dat. Maar ik heb heel duur opgehaald. Ja. Lekker meisje. Dat is ook een stitter zijn op de foto. Ja? Dat is werkelijk schoon. Ja. En dan huurt je wel als je erover gaat, maar je doet het fijnst hoor. Ja, ja. Zo. Dat is nog iets iets. Ja, dat lijkt me niet. Hoeveel erop is voor de kamer? Dat is nog een beetje. Ja, dat is zo'n beetje. Pieter? Pieter? Ik heb een fijne fiets. Ja. Ja. Ik heb een fijne fiets. 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 Ik heb een fijne fiets.
dan val ik gewoon weg. Ja, maar we zitten al 6 uur. Ja, die ken je. Ja, die staat er weer als... Ja, dat is ook een eekhoorn. Een grond eekhoorn. Die? Eva. Dat is Fiona. Van de zebra. De meeste kan ik heel lang. En die? Nee, zo. Dat is Fiona. En die? Ja, die kan ik. Oh, Eva. Ja, dat lijkt me. Nee. En hier? Poes zijn, hè? Ja, dat is, zo was die misschien bedoeld, maar... Hij is een beetje uitgelopen. Oh, hebben jullie ook een vakantie? Dat is een soort. Vakantie? Een vakantie? Net het bepaalde ja. 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 Dit is net het vakantieland. Maaike, roep even. Eva? Eva? Eva, dat is Fiuma. Dat is Michiel, kom eens kijken. Een bezoek voor jou. Hoi. Hey, ben je op bezoek? Ja, dat is waar. Ja, dan moet ik wel een stukje filmen, dan neem ik het allemaal. Ja. Ja, dan... Eva! Eva! Toekan! Wat is dit? Toekan! Zo? Eva zit ook het alleen met de smoel. Precies, die hadden we nog wel. Wat een trotse vader, hè? Sorry. Gaan we thuis weg, man. Ja, dat is even. Heel dom als je het ziet. Dat zijn er vol. Dat staan dus voor ze. Kom, dit is een flesje. Dit is een flesje. Dit is wat zei je? Nee, die heeft niet meer. Nee, dus. Ja. Hoezo? Toch heb je al gezegd. Ik heb een beetje 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 een Eva kijk zich aan als je zou af. Ik vind het geweldig. Ja, dat allemaal hoor. Daar is dat wel niet mogelijk. Of dat is zelf wat er niet. Dat is meegemaakt. Dat gas. Hoe bevalt het jou in Amerika? Als ze mij in Amerika vragen, you like it? No, I don't like it, I love it. Yeah? Dus, oh, ja. Oh, joh, dat wist ik net zo. Klimaat, de natuur, de ruimte, de mensen. Ja. Alles, ja. Moeder, je hebt een mooi kind. Wat zijn deze dingen daarvan? Ja, ik snap niet hoe het zo groeien kan, hè? En deze, maar er waren ook vier van. Maar we hadden vorige keer ook iets kwijt. Kijk maar wat, het groeit constant. Ja, en dan zegt ze ook nog, er waren er maar vier van. Nee, er was er maar één van. Die heeft ze dat gezegd, hè? Ja, nee. Oh, je had het al die blokjes. Oké. Er staat ook een beker in. Hoe kan die dan doorheen? Een beker? Ja. Oh, ja, die heb ik er zelf in gezet. Daar gooi ik al de water in. Dank je wel. Ja. Anderen, ik dacht dat ik dan voor. Ja, als de groen container. Ik moet het schoonmaken.
Dat is nou eenmaal zo met vuilniswagen. Ja, dat is een. Straks ziet het er naar de prullenbak. Ja, ja. Ben je dan via Utrecht gekomen? Nee. Ik ben Bos. Baaldijk. Dat is het, hè? Ja. Ja. Is er een film van of zo in die buurt? Dat is natuurlijk de kennis van de familie. Ja, lieve muisjes. Lieve muisjes, hè? Lieve muisjes. Eén muisje. Twee muisjes. En vandaag is Maartje. Eén, twee. Drie muisjes. Drie muisjes aan het dansen. He? Ja, feest. En dan heb je vier muisjes. En dan vijf muisjes die klimmen in de gras. Ja, en dan zes muisjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muisjes. Allemaal dansen. Hè? Grappig, hè? Die is van tevoren. Ja. Zeven muisjes. Grappig, hè? Ja. Is dat leuk? Ik ben er nog liggen. Klein beetje, maar hè? Klein beetje verlegen, hè? Mm-hmm. En een beetje verlegen. Een jarige maatje. Mama is een meisje, hè? Heb je nog veel cadeautjes? Veel te veel. En is dat leuk, jarig zijn? Ja? Wat zou je denken dan? Is dat leuk? Spannend? Wat zou je denken? Ja, ik schrijf een heel buikpijn van het wandelen. Dat weet ik. Ja, dat moet je dadelijk doen. Ja. Het rook ik zo leuk. Ja, hij heeft het rook lekker opgebouwd. Het moet even de vangtuur. Echt een jongen, haast. Maar niet. Is het echt een jongen? Ja, mooi, hè? Ja, ik wil gewoon meer echt een man. Ja, ik wil meer echt een man. Ja, dat is een kieter. Wat doet het vogeltje? Doe ja! Pik, pik en kijk eens hier! Ik vind dat in de keuken ook wel in de ja, daar heb je in de gaten. Is dat? Oh, wat mooi! Wat doet het vogeltje? Pik, pik! Je kunt hem wel met die hoogste. Is dat dan? En hier, de olifant. Please.
Wat ben je aan doen, Maartje? Maartje, wat ben je aan het doen? Koekjes bakken? Nee? Koekjes bakken? Die vindt dat erg moeilijk. Die heet Martin. Dekken. Dan krijg je of een beer. Wanneer is Martin jaar, Maartje? Wanneer is Martin jaar? Zondag, hè? Ik wil niet door het pandje en een beer. Nee, toch? Ik ben niet jaar! Nu is het al, hè? Samen. En dit is op 10 maart bij opa en oma in de tuin. Bloeiende hei. Prachtig. Het is nog winderig, maar de temperatuur is allesbehalve nog niet zo gek. Daarachter, dat is het fazantenhoekje. We zijn heel stel. Best de moeite waard. Tuinhuisje daar zo. Vogelvuur. Krokussen. Hele mooie hei. Dat is dan op 15 maart. De vetbutter blijft mooi hier. En die, zal ik even proberen kijken. En dat is onze Clematis Armandii. Prachtig blijft die. Oh, dat is een mooie lekker ruik, hè. Lekker ruik, hè. Die zit nu ook op het balkon, dus van twee kanten. Prachtig, prachtig, ja. Dat is van de kant van de buren dus. Ja, onvoorstelbaar mooi. En lekker ruiken. Wat een mooie klimaat ja. En die blijven groen in de winter. En dat zijn de eerliggers. Bij het voorhuisje hier. De bruide toetoes kwamen. Prachtig. Mooi, mooi in de lente, ja. En hier nog wat mooie. Icebanks zijn dat. Gaan we er twee. En één stengeltje, ontzettend mooi. En dat je wel andere witte thalia's. Ook ontzettend mooi. Hang er ook meer als één en één stengeltje. Dat is lief. Prachtige bloemen, ja.
Insecten vinden het wel mooi. Zo mooi met dit streeklicht. Smergens. Talia dus. Bij. En dan doet het wel. Steekt er half op, ja. Overal. Ja. Overal wat lekkere kompas bij, ja. Ja, ja. Makkelijk dat die bij de zitting kunnen halen, hè? Ja, voor het opleiden. Die blijven ook heel lief. Zelfs op de rotsen nog heel lieve mosjes. Streeklicht. En hier dat meisje. Prachtig. Ja, en vergeet me niet, die blijven van de winter nou weer. Lief, ja. Eigenlijk zo'n beetje constant door, ja. Hè? Ja. Heel mooi, ja. Nog een paar dubbele. Ja. Die zijn nog mooi. Daar heeft verleden jaar kwekkie gewoond. Kwekkie gewoond, midden in die groep. Ja. En daarnaast zie je dat hij aan het uitloopt. Dat zie je vast, ja. Die hebben we pas een half jaar geleden geplant. Ja, in half november. Zoiets daar. Mei gebracht wordt. Ja, prachtig, ja, zoiets. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ja, mijn tante weer. Je winst. En daar zint je het kaasje waar. En die is ook weer happy. Ja. Die mocht naar boete voordat we naar Nederland gingen toen, ja. Onvoorstelbaar mooie bloemen en ook lekker ruiken. Ja, hier aan de Vijver, een mooie plekje. Voor de bluebirds wonen. Een mooie daffodils, ja. En hier in de iris. En hier in de iris, die bluid al. Een fijne witte. Ook mooi. Op het hoekje bij de oprit. En nog een paar daffodils. De preffet is mooi geun. En hier staan er nog wat. Die waren mooier toen we in Nederland waren. Maar daar staat ook zo'n Armandii. Prachtig, prachtig. Zit ook helemaal vol. Hier toe lekker naar het balkon. Maar die is al hoog. Mooie, mooie bloemen, ja. Zoiets, dat vingen we net geweest. Dat stiet hier zo prachtig in de Wieltse tuin. Ik heb echt nog feit van een koud gespijn en een gaaf. Nog een tapijt. En dat is eigenlijk ontzettend mooi, ja. En dat zijn de Carolina Jasmines. Nog ontzettend mooi dit jaar. Die mogen er ook wel op, ja. Ze doen ook hun best te doen hier. Tegen de boom aan. Zo mooi. En ook zo heerlijk ruiken. De boom voor de logeerkamer. Schoen voor de logeerkamer bij de oprit. Prachtig. Je wordt hier mooi zien. Hier zit zo'n blauwe waas. Hele lieve kleine bloemetjes. Ik ga proberen of ik ze. Ik hoop dat ze dat zien. Moeilijk te zien zo. Daar zien ze, ja. Prachtige lieve kleine blauwe. Ja, schatjes zien het. Verstandig. Lief. Ik heb zelfs mij in het padje gezet, maar die sterven af. Een tuinman. Een treurwillig is er groen. Ja, die lachen dat ze overal compost kregen. Dat is mooi groen. De geranium die pluit al. Die boeten in een bak. Dan ben ik het leuk mooi. Welkom. Tomaten in een kastje, ja. Ik zet ze liever in een kastje dan buiten, want dan hebben ze geen last van
En die zien alleen zijn woord, ja. Ja, die daar groeit hard. Ik zal een schopje meenemen. Ja, bij je in heeft een kastje. Ja. Kijk, zo ziet dat eruit, maar hij heeft al een gast aangegeven. Ja, misschien die lizard, ik weet niet wie dat uit. En dat blijft een mooie genomeles. Je Japonica. Dat is ook lief. Ook een heel lief viooltje. Zo moet het wereld. Een heel mooi gezichtje. Ja, schatjes. Dit groepje nog. Ook heel lief, heel mooi. Zo'n klokjes. Mooie bolletjes. En die begint ook wel mooi te blijven. Schiet op een afvang ook een. Zo mooi. Dit is ook nog een heel mooi groepje. Bolletjes. Die staan ook heel mooi te plooien. Geliefd. Leuke buurhond hebben we. De Fiotte kreeg een zusje erbij. We hadden hem gevangen. Vind je daar zo achter bij de kriek? Hè? Ja, mooi. En zo verzamelen we dat. Zo, dan hebben we tierpauze. Het is vandaag de 15e maart, dezelfde dag nog. Smiddags. En dan ben ik even weer die. Heel bovenin zit nog. Ja. Nog een jaartje en dan. Oh, die wordt prachtig. Zo romantisch, ja. Dat is wel lief. Dat is heel lief. Nou bloeit hij tot daar boven aan een hoop en naar de moor hier, ja. Omdat het zo groot is. Kijk hoe wit dat hij van de helft is. Maar ik denk dat ik voor $13 een andere kop heb gekregen. Ja, zeker, best mooi. En daarom zeg ze, moest ik erop, hè? Dat is een kapper geweest. Ja. Gezondheid. Ja, dank je. Ja, ja, zo gaat dat als je naar Nederland bent geweest. Ja, dan kom je zo terug, ja. Kom je zo terug met een flinke verkoudheid, hè? Ik zie hoe mooi die. Ja, dat denk ik. Huh? Prachtig nou. Ja. Heb je de woody lagen? Heb je geen krullen meer? Weggeknipt. Afgeknipt, ja. Ja, voor betaald. Ja. Ja. Groei je aan. Groei je ader aan dan het geld. Zeg. Hm? Dan zie je. Oh, je bent in het groen vandaag voor Sint Patrick, hè? Ja, ja. Huisgroen, ja. Kleverbedjes. Waar? Hou eens vast, dat ik er eens op inzoomen. Een kleverblijtje. Toen je toch meegebracht door de Pennsylvania? Ja, ja, ja. Door Ierland. Nou eens een keer, wijs eens aan. Ja, ja, oh, dat is van Pennsylvania, ja, dat klopt. Ja, Woody lagen. Die is happy, die is een huis aan het bouwen, ja. Woody is een huis aan het bouwen, ja, ja, ja. Woody is heel happy, ja. Ja. Eentje. Tida. Tida Ada. Ik vind het ook koud zoals de religious gap en zo aan. So that's what they said. If you have to strip down your clothes and take a bath, this will lead to better mute. Well, my old friend too, this kind of surprising turn of events is likes to go to nudist. He talks about how it breaks down barriers. Louis Livingston from Dublin, he told a story. He had to go for the Chamber of Commerce to Japan for YKK. At that time he was, I think, the chairman or president or whatever. And he went there and he said, he had to go through all the rituals and he was in such a, yeah, what is it, a bar. They were sitting down and they were talking and they mentioned the name, the person he was supposed to meet next day, and down the hall he said, I'm here. He stood up just like in Adam's costume. We shook hands, he said, we met. Can you
that term. Ja, dat is waar, maar je kunt. Ja, dat is waar zo. Ja. Ja. Jawel, maar ik wil je ook wel eens aan van de andere kant zien, hè? Ja, dat is een. De outfit van St. Patrick's, hè? Civic Lunch. Ja, ja. Hé? Ja. Dus, laat maar de strekers kijken. Ja, ja. Zelf gemaakt, hè? Ja, ja. Wat een stel, hè? Wat een stel, hè? Dat is lekker, ja. Ik ben naar werk lopen, hè? Ik loop niet, dat kunnen we de camera wel volgen, maar deze is bijna open, zie je dat? Dat witte bloemetje. Die witte redbird. Ja. Ik wil ook lieve blaadjes hebben. Even kijken. Dan moet weer even. Daar gaat het vlieg van staan. Ja. Ik wil ook nog wat scherven zetten. Mooi de kop op zien. Oh, baby. Baby durft ook eens een kiet. De wereld aan het verkennen, hè? Moet er niet afvallen, jongen, hè? Wat een beest, hè? Ja, ja. Wat een beest, hè? Kijk, val je me eraf, hè? Kijk wat je gaat doen. Hoep het! Daar lig je al. En dan kun je niet overheen komen. Wat net van een balk, hè? Grondzeker. Nou dan. Bab! En zo ga je overheen, hè? Ja. Wat was dat dan, hè, baby? Ja, ja. Hey, zeg baby. Volgens mij is dat gezicht net. Ik dacht nu kocht er beter door. Dan is het niet scherp meer. Nee. Mooi hè? De onderkant ook hè? Mm-hmm. Hij dacht al, wat een leuk gezicht. Hé, hey. Dat begint er te regenen joh. Ja, sterk. Oh, ik wil, ja. Hè? Wat het gezichtje zei. Ja, ja. Ik wil eruit. Hè? Ik wil weg naar mama. Oh, wat dat zijn die pootjes, hè? Wat een beesten. Nou. Van de mergen zagen we de woedduk. En nou is een kwek en kwekje daar. Ja, die waren van mergen ook, maar dit zijn dus os eentjes, ja. Nog eens even hier naar de. Hier eens kijken. Ja, wat het weer mooi is, hè? Ja, dat is mooi. Kwek en kwekje op de achtergrond. De iris mooi in bloei. Mooi. En de kerst die was maar mooier en mooier. Ja. Volle bloesempracht. Vandaag trekken. Mooie de muziek daarbij. Ik hou verder met mij. Nou, ze aan het spelen ze leuk. Daar heb ik geluk. Oh, als je weet. Die dus een gek deed, was als een rood staart. Ja, die had een goede staart. Die is anders. Nou is er een andere op die plek bezig.
Ik heb geluk van de merken, Peter. Net een poes. Die kan toch zo gek door? Dat zijn eekhoorns. Gekke, gekke toch. Dat is ons rood staart weer, ja. In het streek ligt een rode staartje. Die is net bang. Strekels in het vandaag. Kom gek door. Hup, daar komt de volgende. Die komt even mij in de show weggeven, Pieter, met drie man. Gekke beesten. Het is de derde held in dood. Zo maken die hun pels mooi, denk ik. Moet er dat zien, Pieter? Wordt hij toch zo gek van de merken? Het is nummer 3 al. Ja. Daar heb ik al dat gedacht, dat moet ik een keer te pakken zijn te krijgen, nou vandaag. Moet dat toch zien, joh? Die gaat een boom eruit graven. Nou, deze doet het heel mooi. Net zo'n poesjes. En anders dan ga ik de camera halen, dan is het net te laat, joh. Dat is het ontbijttafereel, joh. Daar zitten de eekhoorns allemaal, dan zaten er voor mij zoveel. Deze narcissen zijn de ijswing. Erg mooi. Sommige zijn bijna uitgebloeid, maar het is vandaag ook al 26 maart. De kleine Chinese redbud. Mandelboompje. Chinese redbud krijgt al blaadjes. Hier hebben we net de eken liggen spelen. Dat doen ze graag onder de redbud. Heel mooi, dat mandelboompje. Gesmokkeld vanuit Nederland. De witte dogwood, bijna open, helemaal open. Typische bloemvorm, de bloem in Georgia, in het voorjaar. En dan de witte redbud. Met op de achtergrond weer een dogwood. De helleborus, helleborus niger. Het is nog maar een klein struikje, maar ik weet nog goed dat ik hem heb opgegraven, de wilde azalea.
En nog een paar jaar, dat komt vanzelf bij. Heel leuk. Ik kwam er langs lopen en je weet wat ze zeiden. Vergeet mij niet. Nee, we vergeten je niet. Spirea doet toch ook goed zijn best. Best leuk. Dat is een dubbele spirea. Forsythia is laat. Maar je kunt ook denken, beter laat dan nooit. Deze perzik heeft heel aparte roze bloemetjes. Donkerroze. Ik ben benieuwd wat er dit jaar aankomt. Dit is... Georgia Bell of zoiets dergelijks. Een prime bloesem. Ik ben benieuwd of we dit jaar prime krijgen van deze boom. Zal toch wel maar moeten, hè? Een paar jaar oud nou. En natuurlijk de Japanse kersen. Heel mooi. Dit zijn de eerste die we geplant hebben. Drie stuks. Hier staat er nog één. Eén is er dood gegaan. Die hebben we laten vervangen. Best mooi zo tegen het licht in. Hè? Op de vroege zondagmorgen. Ja, zoiets boven het water, dat is natuurlijk geen filmerij. Maar toch. Een paar schuchtere witte azalia's bloeien er. Onder de eikenboom. We hebben nogal niet zo heel veel lol. We hebben het ook moeilijk. De competitie van de eikenboom. Zoiets, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Wat een kleurenpracht. En dit kleintje doet goed zijn best. In ons Bielse tuintje. En deze ayuga. Daar staat het nog, Ayuga Burgundy. De palm heeft een mooi nieuw kistje gekregen. Die staat er zo trots bij als wat. En deze bruidsluier tegen het gereedschappenhok aan, die wil ook graag gezien worden. En die mag ook gezien worden. Best chic of niet? Ja, die azalia's zijn mooi. En eerstdaags komt hier de clematis op de hoek. Die doet ook al goed zijn best. Dit zijn de vroege, dit zijn de late aan de voorkant, de wakabissu. Deze zijn vroeg. Je zult het zien weg. Vol met bloemetjes. Ja, die voelen zich hier in Georgia wel thuis. De geraniums beginnen te bloeien. Hier is alleen, er kan niks meer bij. Het is helemaal vol.
zoeken, joh. Je bent toch veel te groot voor zo'n kleine bloemetjes. Je valt er niet om. Dat is de geraniums. Wat een mooie lesie, hè? Dat is onze balkon, Lizzie, hè? Lizzie. Hey. Kijk eens, zo lang is hij, hè? Kom eens hier op aan. Lizzie. Hm? Kom eens hier op aan. Ga even zo naar deze kant van de stil. Lizzieke. Lizzie. Lizzie. Kom hier happen. Lizzie. Kom eens. Kom eens. Voetje zit in de palm, hè. Voetje zit in de palm. Kom eens. Lizzieke. Lizzieke. Kijk die snuit van jou. Nou is hij aan de scherp, hè? Is hij scherp, hè? Ga nou hen. Lizzie. Hm? Ga doen. Wat is hij doen? Wat is hij doen? Springen? Wegspringen? Zeg. Kleine griezelpootjes. Zeg, Lizzie. Wat is er nou? Oh, Pieter. Dat is toch wel. Wat een scène. Dat heb ik gehoord. Mm-hmm. Heel erg scherp is het niet. Het kan zo toch. Die heeft zich wat hoor. Een paar dagen later. Nou, het is dus 30 maart. We zien hier helemaal op. Nog mooier als deze dag. Prachtige wollige. Chinese redbud is nog ook heel mooi. Klein boomje nog, maar mooi blauwe. En nou blauwe de mountain komen, de witte tulpen. Mooie dubbele. Een mooie vlek. We ronden een paar open. Dan bergen moeten we weg, anders daar zin in het gaan. Het is een hele, hele mooie tulpen, ja. Dat mandelboompje heeft dat blaadjes laten vallen. Pieter had vanmorgen geregend. Dat terug waren, dan ligt er een hoop onder, ja.
En dat is die Texas Redbud, die bitte. Zo mooi. En hier, dat was dan ook een hele mooie narcissen. Witte. Zo, pinksterbomen zoals ik vroeger zei. Hele mooie. En boven die narcissen, daar zitten hele mooie witte rozen, de Cherokee roos. Dat is de state flower. Die bloeit ook heel mooi. Maar deze narcissen, dat zijn ook schatten. Zo'n grote, die hebben geen water. Ik kan wel zeggen hoe ze willen. Lieve saponaria die pluit. Zo uit te voegen in Horstenen. Ja? Maar even goed lief. Dat is een klein seringetje, ja, en door die azalea. Heb je de Cherokee rozen gehad? Ja, heb ik net gehad. Ja. Heel mooi. Die is inderdaad wit, hè? Ja, wit. Dit zijn de bloemetjes van de potato vine, hè? Heel lief. Van de nachtschade familie hoor. Ja, dat is een nachtschadeachtige, hè? Ja, die groeit hier aan een draad, hè? Dat... Ja, dit is ook een wilde azalea, maar inderdaad denk ik dat het, als je het van kortbij bekijkt, dat het een andere kleur is. Hè? Deze leek wat rozer. Hè? Die andere lijkt wit, ja, inderdaad. Die andere lijkt iets grover en wit. Hè? Ah, dit is een prachtig exemplaar, joh. Ruikt zo lekker. De rode kamperfoelie, die hebben we ook opgegraven. Je moet er nog even zien. En het verder, ja. Er hangt vandaag met een azalea eronder, ja. Ja? Ja, zomaar opgegraven door het wild dan. Toch wel mooi. En die azalea die is ook mooi. Volgens mij. Mooi hooi. Een paar hele mooie geraniums. Deze daar is apple blossom. Heel mooi. Dubbel, een heel mooie kleur. En deze dubbele witte, dat is Mademoiselle Boegner. Ook heel mooi. En die is ook lief. Weer een andere. Net op tijd. Bluebird in bad. 2 maanden, goh. Dat is lief. Die wonen bij ons. Waar voor mij naar kijken of een badje voor. Nou, mooi opfluffen. En dat is heel mooi, hè? Dan moeten ze zich in de wet laten drukken. Kwek en kwekkie, die is de ganse dag wel hier geweest. En nu gaat ze weer, denk ik, de kriek over. En door aan de andere kant zal ze wel een broeien zien. Kijk. Wat zijn die twee daar aan doen? Hè? Die hebben oortjes, zeg dat die gaatjes. Lizzie. Die beef, die kleine. Oh, hoe zeg je die? Want het weer nam zegt hoe tevreden dat die kiek tegen die hoorde. Ja, ja. En dat beestje, de gitte kiek, ja, die jongste. Ja. Met één arm kunnen we schouwen.
zijn was van deze. Zie je beginnen, hè? Zee. Maar hoe dat geert, hé? Mm-hmm. Dat gezicht? Die kijkt naar O. Oeh. Ja, ja. Moet dat zijn? Mag dat zo, mijn kastje? Dan komen ze kijken wat op porno film. Niet te lang, hè? Ja, beestjes. Heel heftig, hè? Mm-hmm. Dat is een klein irisje, maar eens kijken. Mijn vingers. Mooi. Ja, daar zitten nou vandaag op 16 april. De Cedarwekswings die komen weer slapen. De boom zit vol, ja. In de hoge poplar. Die gaan al uit. Ja, nou helemaal. Die zitten te wiebelen. De ene kwam er heel laat toe, dus die ging oppas naar bed. Dat vloog er nog in, hè. Nee, maar dat valt tegen, dat is te ver weg. Ja, dit is mooi. De vaas met rozen die je op een paar zaterdag gesneden hebt, hè? Ja, die van oma die groeit ook maar kijk, die witte gepakt, ja. Ja, ja. Heel mooi. Heel mooi. Met vergeetmenietjes ertussen, hè? Ja, vooral als je die van boven bekijkt. Heel mooi. Ja. Ja, pamukken hier. Ja, je hebt. Ja. Ik heb er ook goed aan meegedaan, hè. Die vergeet me niet, dat is ook heel apart. Ja, heel lief. Een blauwe hoekje. Een blauwe hoekje. Om moeder af te afwerken. Ja. Om moeder kapjes. Ja, dat die mokken van de smoeken. Ja. Ja, die kopjes ook. Die komen nog van Dorpstraat 154, hè? Oorspronkelijk. Ja. Eierkersen uit Nederland. Ja. Die zijn uit Oostenrijk toen. Ja, wat grappig, ja. En kun je zeggen die rezeltjes? Is het wel rezeltjes? Bevertjes. Bevertjes. Ja, ook met passen. Ja, ja, met goede vrienden zijn we die al wel. Ja. Dan krijg ik ook eerst deze druivenpakketjes van maken. Ja. Montana Rubens Alba, waar de witte. Ja, maar je wou eerst die witte en die blauwe bloemetjes ook, zeg je. Hè? Ja, dat is ook zo fijn. Hè. Langs de Beatles, hè. Ja. Nou, zit hier een drukje. En deze, dat is de Montana Rubens Alba. Ja. De witte. Ja, dit jaar zien alle bloemen groot in, hè. Dat is vet. Ja, hè. Oxalis, ja. Ook mooi. En deze daarboven. Ayuga Biogo. Ayuga Biogo. De blauwe. De blauwe. Ja, die nemen ze burger aan, dus dit en daar zo. De witte. De witte Ayuga. Die ja. Onder die tijmpjes. En dat zijn bloeiende tijmpjes, ja. En hier die gele. Hoe heet die? Chrysosonum. Green and gold, ik kan die tweede naam niet meer lezen. Maar. Ja, die zijn leuk. Er zit altijd een bloemetje bij, een dooie. En dat is een knoop. Leuk, ja. En hieronder, dat is gebeurd. Hoe dat er overheen hangt, die tijntjes, hè? Ja, die zijn mooi, ja. Ik heb hier dat heel veel mieren in gezeten, maar nou... Dan dik aan stond ook nog. Ja. Hé, hey, dat is mooi daaronder, die clematis, dat dat volk wordt met die witte, waar. Heel mooi. Deze bedoel je? Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, die moet nog een poosje gaan naar boven, maar... Wacht maar, dus, zegt hij. Er zitten nog een paar bloemetjes hier in die roze marijn. Azoren jasmijn.
hoe zeg je de Azoren? Azoren jasmijn. Dat is hetzelfde als de Italiaanse jasmijn. Ja. Een mooi idee. Ja, die bloeit. Het ruikt niet zo, hè? Beetje. Een klein beetje. Zo heel erg. Nee. Niet zoals die andere witte. Nee. Ja, de Azoren jasmijn. Heel leuk. Ja, die hebben een stam. Oh, dat denk ik. Ah, dit is onze trots, zo'n beetje, hè? Prachtig. Ja, ja. Je moet proberen te stekken of iets, hè? Ja, ja. Kost er hier ook nog neer door. Zo mooi, ja. Ja, dat, als je praat van een clematis, dat is een clematis, hè? Prachtig. En die naam, die heb je er ook nog bij? Nee, zeg het maar. Ja, dan moet ik kijken naar het komende keer. Wat was dat? Ah, dat kunnen we nog doen, hè. Ja, dit zijn de nieuwe houten bloembakjes uit Thailand, hè. Rubberwood, ja, ja. Mooi gemaakt. We hebben er een dennetje in gezet. Een coniveertje. En dan met kerstmis, dan kunnen we de lampjes erin hangen. Hier heb je wat minder werk aan en die overleven waarschijnlijk beter. Hè? Ja, ja, dit is de roze Montana Rubens. Dezelfde als die daar ginder bij de lamp staat, maar dan in het roze. Hè? Ja. Dit is de Cherokee-roos. Heel bescheiden nog maar toch. Ja, daar hebben een paar bloemen aan gezeten. We hebben er een paar meer aan gezeten. Ja. Roze en hebben. Dit zijn de saponaria's. Dit is een kleintje. Ja, half afgevreten. Ja, die hebben de muizen half opgevreten. De witte. Dat is een mooie dikke pol, hè? Mm-hmm. Mooie kussen. Ja. En dan een eindje verderop staan. Een andere saponaria. De roze, dezelfde. De roze, dezelfde, maar dan in het roze. Ja, de laatste is mooi. En dan hier iets groter. Deze begint net te bloeien. Ook een saponaria, een grotere. Hebben we hier nog een andere variëteit. Ja, wat is dat een? Iets wat gestreepte. Een leuk bloemetje, hè? Creeping thyme of zoiets. Ja. Ja, de brem van Horst. Ja, van Brem. En bloeien, hè? En die kleine brem er ook. Hij is nog niet helemaal open, maar. Daar komt wel. Daarachter staat er nog een, ja. Die komt wel, hè? Hier de Salomonzegel, hè? Die zijn leuk met hun gestreepte blaren, hè? Mm-hmm. Ja. Die blauwe, daar runnen ze dan baby's wel. Ja, dat wil de steria. Die doet het wel goed, hè? Mm-hmm. De vlinder heeft hij nou bloemen erin, die neemt met die lange trossen. Deze hebben we ooit uitgegraven, hè? Die hebben allemaal over de twee al ergens. Ja. 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 De vlinder die had zeker een bloem en weer bij woody en een boom. We weten niet precies wat het is, hè? Deze, het lijkt zo. Silica bells of soorten. Van silica bells. Het lijkt ook zo'n soort wilde hyacinth of zo, hè? Ja, ja. Hyacinth of wat. Want hier staan tanden, die liggen er ook op. Die hebben van lissen. Het is gekocht van, ja. Van lissen, dat zijn. Tammen. Dus een gekweekte variëteit, hè? Het lijkt er erg veel op die. Die van net hebben een spuis. Bos hyacinth of zo, hè? Wilde hyacinth. Mm-hmm. Ja. Ja, dit is een gedeelte van het bospaadje. Hè? Links een witte azalea, daar kom ik direct nog eens op terug. Maar dit is wel leuk, die wisteria. En onderlangs. Vergeet me niet, daar zijn er onderaan een hele bos van. Hè? En de rozen. Ja.
Kijk, die witte azalea, dat is ook iemand, hè? Ja, Helena Curtis. Helena Curtis? Mm-hmm. Ja, daar hebben we voor de hoorlakken. Ja, ja. Prachtige volle bloem, hè? Had ik het eerst gehad, de alspuit. Dit is de witte oxalis. En je ziet dat we in Dublin wonen met al die klavertjes, hè? Grappig, hè? En kunnen splitsen. Ja, dit is, zijn de buren van de azalea, hè? Hosta's, Aphrodite en zo. Ja, die azalea, dat is wat. Plezier om naar te kijken, hè? Wat een kleur wit. Die kunnen daar leren heen. Dit is de roos van oma. Die bloeide met Pasen al, hè? Ja. Mooi. Dit is kruislijm, PR. Dit is parfum, die lijkt. Ja, ja. Ja, ja. Heel lekker. Ja, die, dat kun je op de camera nooit zien, hè, de geur. Maar dat is heel apart, ja. Dit is weer een andere oxalis. Een andere kleur, ja. Ja, we hebben ze in zoveel kleuren, hè. Heel apart. En het jasmijntje hier aan de gazebo. Dit is een roze jasmijn, die groeit tegen de gazebo op. Ik zal de bloemetjes even van kort bij laten zien. Dit zijn de bloemetjes zo in detail. En dan, ja, daar zit de hele gazebo mee vol, hè, maar dat is wat moeilijker te filmen. Ja, ja. Iedereen is alle drie wel. Waar gaan jullie naartoe? Kwekkie. Kwek, kwek. Kom eens. Kwekkie, kwekkie. Kwekkie, kwekkie. Ja, deze luistert wel. Oh, je hebt jeuk achter zijn oor, hè. Ja, dit is het vergeet me niet de bos, hè. Oh ja. Wat een groep, hè? Ja, dit is de red buckeye. Die is na zoveel jaren groot geworden, weet je dat? Die moet dan hoogste ook nog stappen af, hè? Ja, ja. Die is nog goed, ja. Kolibries schijnen er heel gek op te zijn, hè? Mm-hmm. Ja, daar hebben de bluebirds de kleur van afgekeken, zeker van de Tradescantia's naar de vijver. Hè? Heel mooi. Heel aparte kleur blauw, hè. Stond die lotus erop. Dit is ook een Tradescantia, hè. Maar dan in het wit, hè. Wat zien we hier, meid? Ja, wat is dat? Hoe heet dat? Dat weet ik niet, creeping time of schrift? Ja, schrift, denk ik. In elk geval. Het zijn de zaves die we in de beeld hebben, maar dat is die roze en dit zijn blauwe. En ja. Die roze gestripte die we zetten, dat is ook zoiets. Ja, ja. Maar die waren ook wel heel dik, hoor. Leuk spul. Dit best. Zijn de wilde petunia's, die komen terug, hè? Die is het, voor het derde jaar of zo. Hè? Die hebben een kokeren en een keer goed gespaard. Langs de weg ergens een keer uitgegraven. Hè? En dat blijft maar terugkomen. Ja, ja, met hun lieve gezichtjes. Hè? Dat is een mooie. Ja. En wie hebben we hier dan? Onze Weigelia. Heel trots. Voor aan binnen moeten we de orchideeën. Ja. Die is mooi, hè? Onze blueberry voor het eerste jaar. Er staan nog een paar gladiolen bij. Maar hoe dan ook, de blueberry die heeft al vruchtjes. Ik weet niet of het er genoeg zijn dit jaar om zin te maken, maar. Dat is de bevertjesfarm. Ja, inderdaad, Marietje, bibberwat, hè.
Die dingen kun je moeilijk stilhouden. Hm. Maar grappig, die hebben we verleden jaar hier ergens neergezet. En ze komen dus terug. Hè? Ja. Spoeken naar bebertjes, reizeltjes. Ja, ja. Ja, inderdaad, oh, ja. Je razel. Ze filmen ook die reizeltjes. Hè? Ja. Onze plantenkwekerij. Ik zeg onze plantenkwekerij met alle spulletjes van Indonesië. Pitjes en zaadjes. Ja, die komen. Zeg, hoe kan je dat moeten doen? Die kleine baby's. Er krijgen er steeds meer. Hè? Nou beginnen ze ook een beetje grover te worden. Een beetje beter op kleur. Ja, pik hem maar gauw. Dat is ook zoiets wat we uitgegraven hebben uit het wild. We weten nog niet wat, maar het lijkt zo'n beetje op. Nee? Een beetje blauwe bessenachtig. Hè? Ja, bloemetjes in de vreugdaan. Dat is de French tree. Ja. De franjeboom dus. Ook uitgegraven uit het wild. Hè? Ja, of ja. Old man's beer. Ja, old man's beer, die doet het goed hier. Je moet kijken onder dat groen. Oude mannenbaar, de franjeboom, ja. Ja, ja. Grappig. Tweede jaar uitgegraven en geplant. En daar is hij dan. Hè? Ja, vorig jaar heb je mij gebracht. Ja, dat zei ik. Tweede jaar uitgegraven en geplant. Van hem net? Ja, dit is de bladdernut. Die hebben we bij de buren uitgegraven. Die wilden hem net killen. Nou, en nu is het hier een mooie boom geworden. Kort bijgang. Ja, zo lijkt dat in detail. Hè? Hey, wat zit er? Allerlei kleine vruchtjes. De bladdernut. Niet zo gezond als wat. Nee? Dit is de laatste aanwinst, een esdoorntje. Hè? Ja. Ja, alles moet klein beginnen. Zo ook deze. Hè? Maar die is wel ijverig. Ja. Maar hè, die wil het wel doen, ja. Ja. Met je gelakte nageltjes. Jongen, daar heb ik toch wel op mijn grond gezet gisteren. Ja, nou, het zit er nog op. Ja. Dit is de rode esdoorn, die hebben we ooit uit Horst, uit Meldersloom meegesmokkeld. Van een kweker. En die doet het dus goed hier. Ja. Wat veel lente je had meegebracht. Dit beukje heeft ons lang in spanning laten zitten. Van, die is nog ander. Nee, je hoort joh. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Misschien een keer een beetje afgevreten, maar daar is hij dan toch. Ik zei van een kloof, maar die zijn dus van februari. Gaat over klein beginnen, dan is het deze Engelse walnoot. Ja, die was groter. Maar die hebben ze verleden jaar afgevreten. En wij waren al bang dat het niks meer zou doen. Maar verdorie, het komt weer terug. Hè? Heel klein. Groen. Ja, als je je bomen bestelt, dan is er een kans dat je ze zo krijgt. Beerroot noemen ze dat. Moet je dat zien. Ik zal eerst even naar boven gaan. Beerroot. En als je dan wacht, dan op een gegeven moment... Je denkt van dat ding is dood en daar zie je... Giant pecan. En dit moet dan een pecan zijn, ja. Moet dan een grote, een reuze notenboom. Ja, ja, ja. Zo moet dat beginnen. Giant pecan. Ja, dit is het knopje. Hij wil graag scherp stellen op het gras. Zoiets moet het dan worden. Dit is ook een pecan. Die was net zo. Die is net zo begonnen en daarachter... Dat is dan een Chinese kastanje. Ja, ja, alleen die pecan is een jaar ouder. Deze hebben we vervangen, want dat is eerste kapot is gegaan. Ja, ja. Maar die kastanje die doet het al wel, hè. Ja. En die pecan ook wel, maar zo zie je wel maar. Mijn kwek en kwekkie. Ja, ja. Dan kun je ook zien waar die jongens overdag hun tijd verdoen, hè. Kies wat die zijn veer aan het poetsen is. Ja, ja. Voor die mooie kappen, ja. In onze kriek, hè. Een prachtige speelplaats, hè. Nou. Ja, maar dat is een groot gaat toch, hè? Ja, dat denk ik ook. Lekker, hè, jongens? Kwekkie, kwek, kwek, kwek. Kijk eens, hè? Kwekkie. Ons rijtje populier, hè? Verleden jaar gezet. Hè? En nou al zo groot. Ja, die zullen wel 3 meter zijn. Ja, zoiets, sommige. Ja, zo zie je, hier staan de bevertjes nog aan de rand van de kriek. Wat dat water te fijn zijn. Ja, ja, constant. Het komt onder de grond, onder het grond. Doen we. En dit is de eerste kana die bloeit. Hè? Met paarse begon hij net open te gaan. Hè? Ja. Dat is
ziet het water van de kreek achter rennen. Hè? En je hoort het ook trouwens. Hè? Heel rustgevend. Leuning, hé. Die Armandii? Ja, ja, maar ook dat hele... Weet je nog, toen we dat gebouwd hebben, toen was dat ene kale blok en nu zit het er al helemaal in. Hè? Die Clematis Armandii, die was vorig jaar tot aan de leuning, nu zit hij al bovenaan. En dan gaat hij, sinds we daar zo'n rekwerkje overheen gemaakt hebben, gaat hij eroverheen. De Clematis Armandii, van de grond af. Hoe lang heeft hij erover gedaan om te komen waar ik... Vraag je zomaar waar het aan de rand. Ja. Dit heeft hij dus nou voor mij. En daar is hij nou, hè. Gaat hij daar boven langs. En dan moet hij rechtsaf. En dan zal hij daarginder de ander ontmoeten, hè. Want dat gaat naar die kant. En daar moet hij die ander ontmoeten. En die moet van die kant afkomen. En dit is dan degene die hem boven tegen moet komen. En die is ook al behoorlijk op weg. We roepen elkaar. Ja, ja, die moet nog een eindje gaan tot daar aan toe. En dan linksaf en dan komt hij die andere tegen. Ja, als je praat over mooie rozen, die zijn mooi, hè. Mooi en lekker reuken. Ontzettend, ja. Meteen naar de volmaakte roos, hè? Dat is onze orchidee. Dat zijn er eigenlijk twee, die hebben we als kneus gekocht. Voor $4 of veel. En in een kastje staan en nu is hij heel mooi aan het bloeien. Een stukje in de vorm dat eigenlijk om ervan te genieten. Lieve snuitjes. Als het prion was. Via die bruieren in de knop zitten nog er. Ook heel mooie. Mooie gezichtjes. Heel lief. En vandaag bruit er weer iemand. Een andere Clematis. Dan gaan ze een dubbele witte, Duchess of Edinburgh. Dat is ook heel mooi. Drie bloemen heeft hij dus. En op de hoek hier, bij die lantaarn, daar bruien ook de roosjes. Dat zijn ook hele lieve. Die hebben we ooit een keer uitgegraven. Die kleine nou op. Het blijft vandaag flink en geen zon. Maar ja, alles bloeit toch mooi. Ja, die Clematis met de drie bloemen kan natuurlijk niet tippen aan deze hier. Dat is onvoorstelbaar. Waardoor, zo mooi vol. Zo mooi. En hier is het kleine bruimetje van de Afhang. Dat lijkt ook mooi. En dit is aan die holly, die hulpboom bij de veranda. Er komt verder het jasmine. Die is nou ook heel mooi. Zo ontdekken we elke dag wat anders. Als je met een boete gaat. En een heel klein lief plantje bij de boom, net voor de gazebo. Klein lief bloemetje. Epimedium. Ook wel lief. Heel klein. En deze ontdekte ik vanmorgen, een soort pinksterbloemetje. Het blijft nu op 21 april. Ik heb ook goed gespaard en ik heb de weg. Volgens mij een feit veel. Een eerste dus dit blijft. Kijk toch die vogelbekjes, dat zien de jonge mokkies. De baby mokkies. Daar zien ze, hè. Ik zal hem maar niet voelen, hè. Anders komen papa en mama misschien niet meer terug. Het is hier nog nachtmollige ospionen. In de wind hangen ze te knikken. En deze is ook nog vol alweer. En hier, net dat paadje.
de eerste mourning groen is. Dan zat er een lichtbloemetje. Lief zacht voor ons. Nu die blauwe eerst daar schaamt voor. En de Kennedy roos is er ook weer. Sinds een paar dagen. Hele schone grote dikke. Wat een wind wel. April doet wat hij wil, ook hier. En dat is de andere Kennedy. Een beetje achter. Zo zien ze eigenlijk nog mooier dat ze daar aan het open zien. En hier achter staat de boerenjasmijn. De mokkorens, die fluit ook al. Nog niet gaans, maar de eerste bloemen zitten er voor. Elke dag wat anders. Elke dag wat nieuws. Deze waren we nog vergeten, de Carolina Old Spice. Ook heel apart. Die bloeit. Heel schoon, ja. Valt heel stil in de band. Die hoge populierenbuur, ja, zorgpopulier, die noemen ze ook wel tulpenboom. En nou vallen allemaal van deze dingen af. Een soort bloemen. Je kunt ook zien waarom dat die tulpenboom heeft. Tulip tree. Kijk. Een tulpje. Ja, nou is het zondag. En ik ga deze iris erop zetten voordat die uitgebluid is. Elke dag moeten we hier nog iets nieuws komen kijken. Ja, en ons huisdier die zien hier ook bijna dagelijks. Ik werk hier met twee mannetjes. En alle kikkervisjes opeten en alles wat er te vreten is. Hé. En mannetje, kijk maar. Ja, langs die slootjes. Daar laten de mosjes staan en ook van die kruipertjes. En de bruiden, dat zijn ook hele mooie kleine tere plantjes. Mooie bloemetjes. Heel lief. De knopjes in donkerroos. En de bloemetjes wit. Lekker hapwerk, Wekkie. De meisjes komen halen bij ons en daar zullen we lekker de kant van de vijver aanvallen, hè? Alles wat er zit. Heerlijk. Verrukkelijk, hè? Dat zijn ons bluebird. Baby's, hè? Ik kan er niet goed in kijken. Het is niet heel stil. Die liggen lekker plat, hè? Ja, aan de andere kant van de beek, dat bloeit nog ook van alles. Het ruikt lekker, sommige dingen ruiken zo'n beetje zoals die gustrummen. Dat is ook leuk, het hangt er zo boven de beek. Hier de grappige bloemen. Heel leuk spul. Het Spaans riet is alleen een lente mooi. Dan is het heel mooi gekleurd. Wit. Later nog wel het minder mooi. Deze puidak. Klein struikje achter een brood. Mooi. Plant mooi aan gedaan. Dat is nog best goede grond. En daar die persimmon. Die gaat nog beginnen. Dat laatste stukje hebben we gisteren gedaan, dus op zaterdag. Die vond ze er best goed hoe dat. Dat was tuinders gewoon. Het bruggetje hebben ze een Janskuit neergedaan, ook al een drekweg. Dat moet er nog gooien. En door die kant. Even de sloot is mooi schoon. En hier achter het kastje de ganse slootkant schoon. Achter het kastje, achter het land. Dit is eigenlijk pas achter het kastje. En daar staat ook Sint-Janskruid. Kunnen we nou beginnen.
En achter een slootje, achter het land, was nog een wildernis, dat was bos. Daar woont de snuffie, hoor. Hebben we van een week wel gezien, waar ze aan het spelen kwam bij ons. Het is gewoon bos, hè, van de buren. Die willen er ook even op. De roosjes, de zwam. Die zijn ook mooi. Mooi als andere jongen. Mooi als andere jongen. Monkey is zo druk met zijn baby's, hè. Ja. Monkey moet gewoon dit voer halen, hè. Hartstikke druk is Monkey, hè. Rozen hebben we dit jaar ook hele mooie. Witte. Heel lekker geurend. En deze, de Confederate Jasmine, ook heel mooi. De blad is altijd een beetje aan de geelgroene kant. Ruikt heerlijk. De prem die wordt ook alsmaar mooier. Mooie grove bloemen. Is dit geen schoonheid? Ooit een stukje meegebracht uit India. En nu bloeit hij voor de tweede keer. Die bloem is zeker 12, 15 centimeter in doorsnee. Is het geen pracht? Nou, je kunt met zijn hand erbij zeggen wat het is. Een mooie schone hand, hè? Mm-hmm. Met grondnagels. Die kastjes aan. Wat een beest, hè? Dat denk ik. Oh ja, dat is een apparaat. Dat is wat, hè? Dan hangt hij hier bij de tomaten en het spul. Ja. Lief. En vorig jaar en dit jaar wel, dan zeggen ze die blijven mee in de kinderen sterven ze af. Gladiolachtig. Ja, dat ben ik ook een gladiolachtig. Maar het is een grappig bloemetje, hè? Ja, ja. Die zijn ook wel mooi. Dat zijn ze ook, ja. En dit is de bougainville, appelblossom, op onze balkontuin. Voor het eerste jaar, niet slecht. Prachtige trosbloemen, hè. En dit was een replacement, toen we dachten dat die andere de eerste keer dood was gegaan. Dat blijkt dus niet dezelfde te zijn, maar een rode, maar niet te min. En dit is de plumbago. Plumbago alba. Plumbago alba, ja, ja. Bloeit mooi, hè? Ja, ik kan ook niet. Waar? Op de grond hier. Ja, ja. Ja. Oh, dat spouw net door. Daar zit nog meer knopjes aan, ja. Zo blijf je leven. Dat is allemaal. En de plumbago met pot. Hm? En onze Clematis Armandii dan? Ja, die kunnen er over terug. En die andere? Na een paar dagen kijk ik hier ook op balkon. Ik eet viooltjes. Zit hij daar 66 jaar in een dag? Kan dat goed zijn? Ik heb niet zoveel gezien, kan. Dat ligt eraan. En het zijn oogjes. De ene dag voor de andere, hè? Ja, dit is zijn eigen teelt, hè? En die andere gekregen. Dat zijn we gekregen.
van Frits en Maria. Hè? Dat zijn die dus, die zijn wel mooi, ja. Maar onze kleine snoetjes dan? Nou, mooi, ja. Ja, nee, Roos die blijft. Roos aan New Down. Dat is een klem. Zeg die. Mooi is dat. Het is een dag snel verjaardag wat bij de Pensterman Digitalis. Pensterman Digitalis. Pensterman Digitalis. Ik zal het direct op het plaatje kijken. Gewoon met de hand erbij wat mooier. Ja, dan kun je zien wat je. Komt je wel veller. Die zijn van bovenaf zijn die leuk, hè? Die goed. Ga je ook. Gezichtjes. Ja. Zo'n kruisje in, een stampertje, niet hè? Ja, een kruisje al dit erbij. Ja. Wat zeg je me nou? Die stinken. Nee. Die stinken. Sowieso. Een mooi spul. We hoorden de baby mockingbirds. Ja, ja. Ja, die bruin man hier in een tak of hier in de kant. Welke? Hier. Die onder. Zijn dezelfde bloemetjes als die jij in het hemdje hebt zitten, geloof ik, of niet? Nee? Goed. Dit zijn dezelfde, hè? Dezelfde. Heb. Is dat lekker? Wat is dat? Ligustrum. Een ligustrum. Het geurt. Ja. Van verre is lekker als kort erbij. De geur? Mhm. Mm-hmm. Ja. Ik ben nooit met de zon erbij. Ja, maar dat ziet er best leuk uit. Hé? De lotusbloem. Op 29, 30 april, hè? Dus op mijn verjaardag. Ja, gisteravond en gistermiddag, sorry, dat wou ik best zien. Maar die lotusbloem was er wel, hè? Ik weet niet, het was tegen 4:30. Ja, zullen we wel gemist hebben. Voor kwek maakt hij er wel. De lotusbloem er gisteren kwek. He? Ja, hè? Kwek, kwek. Zeg het nog eens, wat is dat? De wilde spirea, denk ik. Ja, dat zal ook wel, hè? De rustig. De rustig spirea. Ja. Kijk even naar baasje, hè? Kom even naar baasje toe, hè? Kom maar. Kom in de schaduw, hè? Kom maar. Ja. Paasje is een beest, hè? Paasje is een beest, hè? Paasje is een nieuwste beest. Hé. Hey. Goed, hè? Moet je naar het vrouwtje kijken? Kijk dan maar eens, hè? Hallo. Ja, ja. Is die bang hier? Ga maar wel gauw onder de gardenia's. Nou, rennen dan maar. Lekker nat, hè? Lekker fris. Zo, ja. Schillen die andere gardenia's, dat duurt niet zo makkelijk. Nou, dat is een hele lieve oorsjes die kreeg van Iris. Zus van Bo Claxton, die van een week gegeerd heeft. Minst van in 80 jaar komen ze die extra brengen. Die zijn ook al apart. Voor de deur bij de open. Een pleitige liefst zo goed als een camellia. Dat is ook een plaatje. Bij die blauwe eentjes, wat mooi. De boekenkist. Zo fijn voor. Van de vloerjaard, een gejat stekje. Zo doet het dat dan. En nou in een vaas. Prachtige rode roos ook van het volk. Ja. Hele sterke, stevige rozen. En een palmtakje. En een nog mooier beeldje. Dat is dit er nog een. Nog een vaasje. Van de vijver blijft nog een late iris, nog een andere. Zo'n schokkieke mannen. Een heel mooi gezicht heeft hij ook. Heel mooi. En daar staat Mina Rosa Chrysler Imperial. Die is ook wel mooi. En die ruikt, dat doen die anderen allemaal niet. Oma Horst kreeg er ook wel een naar deze. Ja, die morning glory die blijft nog wel fijn hier. Even het pad. Die zijn mooi. Die zijn fijn en blij, de Pensterman Digitalis. En dat zien ze. We zijn net rijden.
Ja, zo van het bospad af. Zo snel te kijken. Dat is best wat kleur. Het krasje naar de vijver toe. En de gazebo. En van dit punt, van de boven, de brem nog volop in blij. Ja, dat is helemaal zo dicht, daar kunnen we nauwelijks meer zien. Prachtig voor de vogels, dan hebben ze al veel jongere vogels gehad en de eekhoorns en alles, die vinden het prachtig. Toen komt het langer meer in de schaduw en dikke hand, dat wil wel groeien. Tuinman een paar dagen weg, maar is prachtig achtergelaten. Heel mooi ja. Dat is voor de vogeltjes, daar mogen geen eekhoorntjes op. Direct valde. Dat is voor de vogeltjes, ja. Mag jij helemaal niet op? Mag niet, nee. Mag niet, Ekie. Mag niet. En jij dan? Is dit piepmuis? Is hem dat? Hé? Hey? Of niet? Dit is een mooi neusgat, dit jaar, nog veel sproeien. En met de touwen wordt hij recht getrokken waar ze toen de tak eruit gereden hebben. Maar ze zijn klein, hè. De Pieter is zo'n spalken, hè. Zo moet dat weer wat weer. Ja. Die daar, dan moeten we nog echt voorbij. Je twee kleine gardenijakjes. Die moeten hevig groeien voor die lelijke dinger. Daar staat ook naar, hè. En zo eens kijken hoe weet dat die komen. Het schillie hè, achter de gardenia's. Ja, schil. Ja, daar komt de clematis aangekeken boven het balkon uit. En deze is er al. Die is heel, heel strak vast met zijn handjes. Ja, dat is veel meis. Kijken hoe weet dat die komen van de zomer. Aan de andere kant. Ja, de laad is mooi dicht en die zit al hier. Die zal hem terugkomen. Dat is zo mooi. Ik kom bij al hier. Dat is zo mooi. En die boeken vinden. Is een mooie rooie. Die wordt elke dag mooier. Deze boeken vinden eigenlijk ook. Dat wordt ook steeds voller. Dat is zo prachtig een bol. Het was heel klein. En dan wordt hij ook rozer en dikker. De palm van vorig jaar overgehaald, twee kleine palmkjes, sinaasappelbeumpje. En dan in de palm. Nee. Dat zijn kleine baby sago palmpjes. Die stond te groeien in die kistjes, die kunnen splinters boeten doen. En nee, die sinaasappel is wel leuk. Ik weet niet hoeveel dat we ervan kunnen uitpersen. Maar hij had er toch. En een mini is dat. En daar komt de banaan aan, dat is ook veel mee. De zomer is die gaan vol, als we die niet in Joop hier zien, hebben we er schade voor zo wat. Ten eerste aanwinst, dat was kapot het aflakertje van de gazebo heb ik afgeknipt het hieronder. En door een 100 glazen blad op, daar staat een bijzettafel, een kandeenblad op, dus weer koffie drinken. En dat is lekker, zo'n hoekje. Ja, hieronder die privet, daar kom ik daar eens kort bij, hoe mooi dit hier is. Dat is hoe ze het doet van een tuinhoekje op het. En op het balkon. Ja, die privet die bloeit ook. Goed heel lekker. Ik denk dat het ook familie is van de ligusteren. Het doet heerlijk ja, als de wind soms goed waait. Mooie bloemetjes. Mooie bonte bladeren, een mooie strook. Die door zijn witte sering is van de wijk gekomen die voor Valtje Maartje doet. En de witte dubbele sering, Miss Ellen Wilmot. Zo komen die dan aan. En hopelijk doet dat het nog. Knopjes moeten nog goed gelopen.
En daar staan hier Pieter van Zatjes uit Indonesië, woont in Sobo. Waar hij in juli naar de school zie gaan, daar die zuster aan. Zatjes van een boom gedaan. En dat is hier van Kaliangen, denk ik. Ja, Kaliangen, ja. En die is opgekomen, er stonden hele kleine boompjes. Dus eens kijken hoe dat gaat door, ja. En dat zijn ook zatjes van het huis tegenover de villa waar wij woonden, woonden in Sobo. Daar woonden een paar zusters. Vorig jaar juni zijn we met jullie en hen naar de kerk geweest. En toen kwamen de zatjes eraf gedaan. Die zijn ook fijn opgekomen. Nu eens kijken wat dat wordt. Bij de vijver staan ze. Heel klein. Dat zijn baby mockingbirds, hè? Komen jullie hier oefenen, hier bij de aardbeien? Ja, zingen kunnen jullie nog niet, hè? Zeg, komen jullie aardbeien plukken? Heeft mama jullie hier naartoe gebracht? Zo is het persimmen. Die begint ook pas zo te lopen. Maar dat is gewoon een boom, als je het gaat doen. Iedereen is hier al. Goed, Louisiana. Hele paar vrucht. Ja, dat is de ganse achterkant, bij het beekje. Dat is best kaal geplokken. En die hangen de droeven. Als eerste trosjes. En het water rennen, dat loopt hier altijd. Ja, die hangen wel hoort op de joh. Prachtige aardbeien hebben. Dat is een hele schone dikke bij. Schoon grij, ja. Wat ik maar huur wat hier vogels huur op de achtergrond. Die hebben het allemaal zin, hè. Dit is toch zo'n bulletjes. Oh, niet toch galen. Ook een heel mooi wit bloemetje. Die fluit net. Die mokkie maar als die zo blijft de kindjes goed, hè. Die fluit weg. De natuur is in mateloos mooi. Ja, een kastje, gans op zie van de werkbank. Daar hebben we een clematis neergezet. Die is in Nederland geweest. Die heb ik uit Nederland meegebracht. Pennsylvania geweest, van Pennsylvania naar Nederland, naar Italië en terug. En nou hier een kastje neergezet en dan bluit hij. Heerlijk. Dat is een mooie. Ook van Kaliangen doet Indonesië, bij de bungalow waar we woonden. Nog heb ik een stekje meegebracht, er waren heggetjes, een hele mooie gele. We hebben een kastje gehad van de winter en die staat hij nou. Daar staat nog een baby mockingbird. Oeh, kan ik overvallen, beest. Schooien, hè? Papa, mama is er mooi aan het zingen. Die zit er op de feeder van de hummingbird. Oefenen, hè? Ja, ja. Had hij honger? Had beest honger? Mokkie? Mokkie? Was die aardbeien? Jojo, je kende mij nog wel, wat? Je kende het foutje nog wel, hè? Ooit hij spul naar het nest gebracht, hè? Mokkie, mokkie? 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 Kom op. Kom maar, baby Mokkie, kom maar happen. Kom maar happen. Baby Mokkie, kom maar. Ja, het is voor jou. Lekker happen, hè? Lekker happen, hè? Oeh, is dat lekker. Oeh, is dat lekker. Dan komen de baby Mokkies kort. Die hoes op dat we ze voeren. Oh, het zit tapeend, Peter. Tapeend. Ja, maar dat wil niet zeggen dan heen nog wel. Daar zit die andere. Oh, maar dat is dan wel een goed eind. Daar eten ze wel, de brokjes van de bloemen. Ik moet hier pikken, want mama is er naar voren.